gaan weer terug naar 1969. Dat was het jaar waarin Lenny Koer begon met de troubadour. Maar dat gaat u niet te zien of te horen krijgen. In de nationale finale staat nog een ander geweldig nummer. Namelijk het nummer De Toeteraar van Connie Vink. Connie opgebeld. Want ze treedt nog steeds op. Ze is 61 jaar. En ze heeft een seniorenshow waarmee ze de verzorgingshuizen in de landen aftrekt. Oh, sorry. Maar helaas, Connie kon niet komen. Wie heeft ze dan gebracht? Ze heeft er maar liefst twee vervangsters gebracht, namelijk Rose Murphy en Miss Leontine. En zij vormen dan nu het gelegenheidsduo. Connie komen met een speciale versie van De Toeteraar! Maar dan die toeteraar, niemand met zijn tuba van boven. Die laat is even maar mijn droom met een klap uit elkaar. Bam bam, bam 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 bam, bam 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 bam, bam 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 bam, bam 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 bam. Dan ga ik naar Cartagena, dat is wat er voor in de arena. Maar ja, zelf ben ik daar niet vervelen, want ik ging naar Mexico voor de tweede. Ik dacht met de India, dat is een kantje naar de Mexicaan. En zo beleef ik in die kleine buren. Het was een vreemde avontuur, maar dan die toeteraar, die man met de tuba van boven, die laat is even naar mijn droom met een klap uit elkaar. Toen dacht ik, wat moet dat worden? Nou, het is geweldig geworden!
Ja, het is natuurlijk een hele goede binnenkomen deze. Ik denk inderdaad, wat doet die lampenkapjes op hun hoofd? Maar het zijn toeters dus, blijkt nu. Ja, helemaal geweldig. Je hebt de zaal al helemaal meegekregen. Dus applaus.